Het is zo belangrijk dat, uh, dat de kerk de financiën uh, op orde houdt, omdat het goede werk wat, uh, wat in de kerk gebeurt, dat we dat ook nog heel veel jaren kunnen blijven doen. De kerk is een netwerk van liefde. Mensen met verschillende gaven en talenten bouwen samen aan het Koninkrijk van God, waar aandacht is voor elkaar en voor anderen. De kerk is een ruimte waar we vieren, lief en leed delen, een kaarsje opsteken, bidden en God ontmoeten. Vanuit die inspiratie zetten vele mensen zich in om bijvoorbeeld zieken te bezoeken, te helpen bij voedselbanken of als er financiële, juridische of andere problemen zijn. Ook als je niet vaak in de kerk komt, kan het van betekenis voor je zijn. De kerk leeft door het jaar heen mee. Het is een betekenisvolle plaats op belangrijke momenten in je leven. Dankzij je gift blijft de kerk een plek van betekenis en inspiratie. Voor jou en voor vele anderen. Steun daarom je parochie. Geef voor je kerk. Er zijn het de afgelopen jaren en de afgelopen jaren zelfs heel wat nieuwe initiatieven ontstaan. We zien dat de koren weer weer volop nieuwe leden krijgen. Mensen zijn er enthousiast mee bezig. Maar er zijn ook, ook cursusavonden georganiseerd met ook steeds meer belangstelling. Dus ik zie echt dat onze parochie daar echt nieuwe stappen. In vooruitzet. Dus geef voor de actie Kerkbalans. Het is belangrijk. Doe ook mee en steun je parochie tijdens de actie Kerkbalans. Geef voor je kerk. Wist je dat periodieke giften aan de kerk fiscaal aftrekbaar zijn? Neem voor meer informatie contact op met je parochie.